goed jullie allemaal weer hier te zien. Een hele grote groep aanwezig. En ik ga u voorstellen aan de teams. En die staan klaar bij de deur. Ja, allereerst is hier Heini Otto met Jury Baas en Jury Regeer. Ja, en de andere teamcaptain, Figo Waas met Davy Glazer. Ja. De vraag voor jullie is... We hebben tegen 11 Engelse clubs gevoetbald. Nee, tegen 9. Het is goed dat ik uit mijn hoofd geleerd heb. Ja. Hoeveel van die 9 clubs kunnen jullie noemen? Nottingham Forest. Nottingham Forest. En, ook goed. Aston Villa hoor ik hierachter, maar die klopt ook inderdaad. Aston Villa, genoeg? Hoor ik hierachter, ja. Zeker. Goed gekeurd. 9, dat is allemaal. Ja, je hebt ze compleet. 3 punten voor jullie. Het publiek mag helpen. Publiek mag meedoen, hè, Sjan? Ja, ik mag. Jake, scheidsrechter, als ik Bayern München zeg 10 keer, is dat gewoon 10 keer? Nee, dat telt 1 keer. Nou, pak de telefoons maar. Je toetst het goede antwoord aan en daar heb je ongeveer 14 seconden voor. Maar denk erop, aan het eind gaan we kijken wie heeft er het best gescoord van deze tribune en wie van die, want die mogen het eindspel met de voetballers spelen. Het is een enige eredivisie goal van Darami en hij scoorde tegen Cambuur. De vraag, aan welke club is die momenteel verhuurd? Hamburger SV, Kopenhagen of Malmö? Kopenhagen. Hebben zij het ook gehoord? We gaan naar de drukknopronde. Wie maakte de eerste eredivisie goal van Ajax in dit seizoen? Davy Klaassen. Nee. Nee. Het was tegen Fortuna Sittard. Kenneth Taylor. Nee. Ja. Ik raakte hem uit. Hij is op naam van Kenneth Taylor. Nadenken. Ik vind hem op Davy. Nee. Nadenken. Ik hoef hem niet meer. Ik zet hem op Davy. Oh. Schuit. Kaart of niet? Ja, maar... Nu gaat die beker naar het team van Heini Otto en Jury. Bravo! Hey.